Mijn naam is Caroline. Ik woon aan boord van een binnenvaartschip samen met mijn man Boy en onze hond Boef. En door de week woont mijn jongste dochter Sylvana samen met haar hondje Loki hier ook. En door middels van deze video's wil ik jullie graag op de hoogte houden van mijn creatieve avonturen van de afgelopen 14 dagen. Ja. Welkom aan alle nieuwe abonnees. Leuk dat jullie er zijn bijgekomen. En natuurlijk ook welkom aan iedereen die me al een tijdje volgt. Ja. Vandaag heb ik wat breiwerk en een gedeelte diamond painting. Daar zal ik mee beginnen. De diamond painting, hij is nog niet af. Helaas. Vanwege omstandigheden die de meeste van jullie inmiddels wel weten. Ik ga het niet nog een keer herhalen. Ik heb er wel genoeg over gezegd, denk ik. Het is nogal een privé kwestie, vind ik zelf. Dus deze had ik eigenlijk al een maand af willen hebben. Maar hij is nog niet klaar. Wel bijna. Ik denk, als er geen gekke dingen gebeuren. Nou, wou ik zeggen, is hij vandaag af. Maar ik moet natuurlijk wel aan de gang met deze video. Dus morgen. In ieder geval in de volgende podcast. Want ik hoef nog maar een heel klein beetje. Om precies te zijn, hop, daaronder in de hoek. Linksonder. Hier dus. En dan is die gewoon klaar. Finally. Ja, dan heb ik hem in ieder geval wel gered binnen de tijd. Het is nu dinsdag 22 oktober en ik wil hem natuurlijk voor het einde van de maand af hebben voor Halloween. Want dit is de painting die ik maak voor Brills and Chills. Dat is de herfst Halloween event. En ja, ik wilde er maar eentje maken. Ik wilde hem eigenlijk al af hebben in september, maar dat liep dus even anders. Maar ik zei al, ik kan het toch rustig gaan doen, want dit event loopt tot eind oktober. Dus dat ga ik zeker halen. Kan ik hem niet vandaag of morgen afmaken, dan wordt het zeker donderdag. Ja, nou, nog één keertje en dan zien jullie hem de volgende keer af. Dat is de diamond painting. Ik ga hem er eventjes oprollen, want het is hier niet makkelijk om hem even weg te leggen. Dus ik rol hem eventjes op. Dan kan je straks weer op tafel. Zo. Dan leg ik hem even hier op de kleine tafel. Hoppakee. Zo. Dan, waar ga ik het dan over hebben? Ik ga het dan hebben over... Ik ga even vertellen wat ik nog meer heb. Dus ik heb dus breiwerkjes. Ik heb de Rosalinda top een stukje aan gewerkt. Ik heb een stukje gewerkt aan het Vienna vest. Die heb ik opgezet en een stukje aan gebreid. Ik heb gebreid aan de Hawthorne hike hoodie. Het zijn trouwens allemaal patronen van Etna. En ik heb een klein beetje gewerkt aan de Tough Star Poncho, de Fiber Girls Tough Star Poncho. Onze Fiber Girls Call in samenwerking met Edna. En ik heb nog wat beeldmateriaal om te laten zien van het creëerweekend waar wij als Fiber Girls hebben gestaan. Het meeste zullen jullie wel al gezien hebben als jullie mijn mede Fiber Girls volgen, maar misschien zit er nog iets tussen. Wat nog niet is gezien. En ik denk dat dat het dan ongeveer was. Ik ga beginnen met de Fiber Girls Tough Star. Ik heb nog eventjes teruggekeken. Om te kijken waar ik vorige keer was. Dat wist ik eigenlijk wel. Maar ik wilde het toch even voor de zekerheid weten. Kijk, mijn mooie tas. Oh, mijn mooie tas begint steeds meer buttons te krijgen. Oké. Ik vind het zo gezellig.
De vorige keer had ik net één toer kleurwerk erop gezet. En het zal jullie misschien niet verrassen, maar die heb ik ook eruit gehaald. Ik was een stukje verder gegaan. En toen ging ik volgens mij toch weer niet goed. Dus toen heb ik hem weer uitgehaald tot de lijflijn. Inmiddels ben ik een paar toeren verder. Ik heb inmiddels drie toeren kleurwerk gedaan. En dan nog zitten er nog twee toeren gewoon in blauw bij. Maar een klein beetje opgeschoten. Ik was dus de vorige keer bij dit witte lijntje. De lijflijn. Of nee, één kleurtje had ik erop gezet. Dus de eerste rozige of zandkleurige. Of ja, ik weet niet precies wat het is. Deze zat erop. Maar die is er ook weer af geweest. En verder heb ik dus het eerste randje erop zitten en ben ik hier nu weer met een kleurwerkrandje begonnen. Dus het gaat niet heel snel, want ik lijk het nog niet helemaal door te hebben. Of misschien nu wel, maar daar gaan we dus achter komen als ik verder ga. Maar ik wil eerst even die diamond painting afmaken. En dan ga ik dit weer oppakken. Dat zeg ik. Het is na dit filmpje bewerken en uploaden. Beschrijving, of course. Is het dat stukje afmaken. En dan heb ik weer mijn handen vrij voor de breiprojecten. Oh, zal ik nog ook nog even vertellen. Het kan zijn dat we af en toe heen en weer gaan. Maar dat komt. Wij zijn aan het lossen. Dus ik had zondag geen tijd om het filmpje op te nemen. Gisteren waren we de hele dag aan het varen met de motor onder de kont. En nu heb ik dus even een momentje nog. Het zou ook zo kunnen dat verderop in de podcast dat ik het toch moet afmaken met de motor onder mijn kont. Die draait, geen idee. We gaan het meemaken. Maar goed, dit is dus mijn Fabergrass Tufstar. Klein stukje gebreid. En dat zal heel langzaam groeien, denk ik. Want ik ben daar nog best wel heel onzeker over. Maar we gaan rustig door. We gaan zien hoe ver we komen. En waar het schip strandt. Zo. Leuk in beeld zo. Dan heb ik een nieuwe opzet gedaan. Ik zal misschien even het patroon erbij pakken. Van een nieuwe opzet. De Tufstar, die heb ik. Nou ja. Voor de mensen die hem nog niet gezien hadden. Ik ben nog dingen vergeten te pakken. Want ik heb natuurlijk ook nog aankopen. Van de beurs. Dit is de Fabergrass Tufstar Poncho. Van Edna. Even kijken. Dan gaan we naar het Vienna Vest. Die heb ik opgezet en een klein stukje aangebreid. Dit is hem. Deze breien ook mijn mede Fibergirls. Ook een project van Edna. Die mocht ik garen voor uitzoeken. Even kijken. Het wordt gebreid met dit garen, brushed alpaca. Dat is echt super zacht. En hij zit in mijn leuke, voor nu, want daar kan hij niet in blijven zitten, gok ik zo. Beren Good. Ik heb naar Linda gekeken van Wobby, als ik het goed heb onthouden, is het Beren Good tasje. Het is op zijn Fries. Oeh. Oh, dit is zo zacht. Zo zacht. Daar ben ik inmiddels zover mee. Dit is het achterpand, als ik het goed heb begrepen. Op z'n kop. Zo. En
Het is super zacht. Het is nu een beetje heen en weer breien. Recht afrecht. En ja. Ik moest dus twee steekmarkeerders in doen. Dus ik heb er een steekmarkeerder in van Master Knitbear. En ik heb er een steekmarkeerder in van ook Beargood. Die had ik vorige keer ook erin zitten. En ja, deze brei ik op naalden 6 mm. En die alpaca brushed breidt echt heerlijk. Voor de rest kan ik er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik heb gisteren naar de vlog gekeken van Liana van Steekjes en Zo. Die breidt hem ook. En die zei wel van, ja, het is strakjes moeilijk om een steek op te nemen, om dat goed te zien. Dat geloof ik wel. Maar ja, zover ben ik nog niet, dus ik moet het afwachten. Ik denk wel dat het lastig is uit te halen. Denk ik, weet ik niet, is nog een aanname. Ik heb het nog niet hoeven uithalen, gelukkig, en ik hoop dat het zo blijft. Alle patronen van Edna trouwens zijn gratis te downloaden op hun website. En ik zal alle linkjes naar de patronen en het garen hieronder in de beschrijving linken. Zodat je een kijkje kan nemen als je nieuwsgierig bent of als je dit ook wil maken. Breien. Dan heb ik nog wat gewerkt aan mijn Rosalinda top. Deze hadden jullie zover al gezien. Hij staat nu op. Ik heb de naalden er even afgehaald, want die had ik nodig. Zo komt dat. Hè, dit is de body. Die staat nu te wachten totdat totdat de mouwen klaar zijn. Ik moet even graven hoor. Inmiddels heb ik één mouw in zoverre klaar dat die er aangemaakt kan worden. Dat is deze, een truitje met korte mouwen. Dat is deze. Vorige keer toen had ik net de boord af. Zoals ik tot hier. Dus dan heb ik dit stukje er nog aangedaan. Hierna wordt het er aangemaakt en dan wordt de mouw nog iets langer. En ik ben inmiddels begonnen met mouw 2 op te zetten. Oh. Die heb ik opgezet en daar heb ik nou een stukje boord aan gebreid. Ik moet dus nog wel een stukje boord. Even kijken hoor. Ja, ik ben ongeveer halverwege. Nee, nog niet halverwege. Een derde denk ik. Iets meer dan een derde. Ja. Dat is niet goed te zien voor jullie, hè? Maar deze brei ik op de, of met de, even kijken hoor. Dus wat is heb ik nog? Yep. Dubbeldraads met de even grabbelen. Ja. De Raggi Junior en de Finn Mohair Silk samen als einddraad. En ook dit is gewoon heerlijk zacht. Het is wel, ik vind het wel wat lastig dat je allemaal losse onderdelen breidt. Alles weer veilig in de tas. Want op een gegeven moment kom ik zo een beetje in de knoop.
Nou, dat moet ik nou wel even uitzoeken als ik weer klaar ben. Maar die brei ik. Ik zal nog even de top erbij pakken. Het is een beetje rommelig, heb ik het idee. Deze top is dat. Ook van Etna, als ik dat nog niet gezegd had. En deze brei ik op naalden 3 en 4. De borden op 3. Eigenlijk gebruik ik 3,25. Want ik heb geen 3 in mijn set zitten. Dit moet ik nog eventjes los aanschaffen. Dus de borden doe ik op 3 mm. En de rest van het truitje brei ik op 4 mm. En kijk, ik heb dus nu de body tot hier. En dan de mouwen ook tot hier. En dan moet dat strakjes 1 worden. En nou noemen ze dit volgens mij een raglan. Maar ja, zoveel verstand heb ik daar nog niet van. Dus ik ben benieuwd hoe dat strakjes komt. Ik heb er al proberen door te lezen, maar tot nu toe begrijp ik het nog niet. Dus ik hoop wel dat het kwartje snel gaat vallen. Want dat mouwtje, dat is zo klaar. In principe, als ik ervoor ga zitten, is dat zo klaar. En dan zal ik het toch aan elkaar moeten zetten op de een of andere manier. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat best wel een beetje spannend. Dus ik denk dat daar door dat hele gedoe, dat hele ding, een lange lijflijn komt. Op een of andere manier. Ook daar weet ik nog niet hoe, maar nou ja. We gaan het zien. Ja. Nou, ik ga best wel snel door de rijn, heb ik het idee. Komt denk ik ook omdat ik niet weet hoe lang de tijd ik heb om op te nemen. Dus ik ga een beetje door. Dan heb ik het, even kijken hoe heet je nou ook alweer, de Hawthorn Hike Hoodie. Hawthorn Hike Hoodie. Ook een gratis patroon op Etna. En dat is deze. Ik brei hem in principe voor mezelf. Maar Boy zou hem ook graag willen. Want hij zegt, er staat een man op het plaatje. Ja, daar heeft hij gelijk in. Tot nu toe lijkt hij mij een beetje aan de grote kant. Maar dat zien we wel als hij klaar is. Ik brei het met de... Tencel Blow en de Cecilia samen als één draad. Het is een, er zitten meerdere kleuren in. Er zit blauw in. Nou ja, bruin dus. Even bruin, blauw. Groen, ik ben nu met de groen bezig. En dan nog geel. En dan alles, elke draad samen met deze. Dus een gehele dubbeldraad. Even kijken hoor. Ik heb mijn draden hier in zo'n klein tasje zitten. Wat ik heb gekregen van Beppi. Tenminste, ik heb dat eruit gezocht. We mochten... We hebben als Fabric Girls, dat we naar de, het Crea Weekend gingen, hebben we grote zakken, 2 grote zakken gedoneerd gekregen van Beppi. En daar mochten we zelf ook nog wat uithalen. En daar heb ik dit kleine tasje heb ik daar uitgevist. Onder andere, ik laat straks nog meer zien, maar deze zit heb ik bij het project ingedaan om de bolletjes die ik gebruik erin te doen, zeg maar. Die ik op dat moment gebruik. Omdat ik vaak met de 3 bollen vastzit aan mijn werk, vond ik dat wel makkelijk. En hier komt hij. Even kijken. De vorige keer was ik bij deze steekmarkeerder. Ja, en inmiddels heb ik er dus wel weer een stukje aangebreid. Dit is de achterkant. Even kijken. Waar zitten mijn draden? Daar. Zo.
En dit is dus wat ik bedoel, hè, met het kleuren. Dit is hier is samen bruin. Nou, dan gaan we over naar het blauw. En nu ben ik over naar het groen. Ik weet niet of het heel goed te zien is op beeld. Ik denk het wel, hè. En dan strakjes, dan even kijken. Ik ben nu 1, 2, 3. Ja, ik ben nu met een flinke baan groen ga ik beginnen. Zoals ik de keer een flinke baan heb gedaan met blauw. Daar ben ik nu met het groen. En zodra die klaar is, dan komt deze geel er nog bij. En dan heb ik alle kleuren erin zitten. Ja, ja. Dus ja, dit is mijn Hawthorn Hike hoodie tot dusver. Maar hij is denk ik wel iets aan de grote kant voor mij. We gaan het zien. En anders dan heb Boy Muscle. Dit is trouwens een alpaca. Tencel Blow is een tencel op alpaca blend. 58% tencel en 42% alpaca. En de Cecilia, of hoe heet die? Cecilia is een, even kijken, 53% katoen, 33% viscose en 14% linnen. En die zitten in mijn mooie tas die ik heb gekocht op Temu. Hele leuke tas. Mega groot ook. En een mega groot project erin. Ja, ik heb er nou ook nog wat sokkenprojecten in. Zie je? Oh. Zo. Waar ik overigens niet aan gewerkt heb. Dit waren de projecten waar ik aan gewerkt heb. Ja, dus je kan ook wel een deken in of zo, denk ik. Er zitten allemaal bolletjes in voor de trui. Dus, en dat zijn er heel wat, kan ik je vertellen. En er is nog ruimte. Dus dit is ook wel een tas die je zou kunnen gebruiken voor een deken. Ik wil even deze tassen erin. Zo. Nou heb ik een lekker bakje thee, maar nog helemaal niks van gedronken. Ik ga even mijn spulletjes pakken die ik heb gekocht op de beurs. En dan zal ik in de tussentijd jullie wat video en foto's laten zien, videomateriaal en foto's laten zien van het Crea Weekend met de Fiber Girls. Tot zo!
Zo, daar ben ik weer. Ik heb nog eventjes wat spulletjes om me heen verzameld. Wat ik heb gekregen en wat ik heb gewonnen. Ik heb nog iets gewonnen. En ja, wat ik heb gekocht, wat ik heb gekregen, wat ik heb gewonnen. Ja. Ik ga beginnen met deze map. Die wij allemaal kregen als standhouders van het Creëerweekend. Een superleuke map. Mooie kleurtjes. Ik vind hem echt heel leuk. En Liane die had er een heel mooi idee voor. En ik denk dat ik dat misschien ook ga doen. Met al mijn uitgeprinte patronen hierin te doen. Of ik dat echt ga doen, weet ik nog niet. Maar ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee. En de kans is groot dat ik dat ga doen. Ik vind het een hele leuke map. En ja, super goed idee eigenlijk. Dus ik denk mijn lijstmapje gaat vervangen. Ik heb hier een lijstmapje. Daar heb ik al mijn patronen in zitten die, waar ik mee aan het werk ben. Ja, ik denk dat misschien wel deze map gaat worden. Of gewoon zoals zij zegt, als ik er klaar mee ben. Dat weet ik nog niet. Maar ik wilde hem eerst laten zien voordat ik er überhaupt iets mee deed. Dus bij deze. Verder hebben jullie waarschijnlijk, dat hebben jullie ook kunnen zien bij Claudia en Liane. Bij Claudiologie en Stekens en zo. Wij waren op de breidagen, waren we langs Liane van Diododo. En die had hele leuke tasjes laten maken, maar ze had ze niet meer. Dus ze had het adres gevraagd van ons en ze heeft er een paar opgestuurd naar Claudia. En dat zijn deze. Je hebt het ook al kunnen zien op de Fiber Girls in een live, trouwens. Maar van de Ododo, superleuke tas, maar we werden heel erg verrast, want dit wisten we dat er kwam. Maar dat was niet alleen. Hij was niet leeg. De tasjes waren niet leeg. Oh. De lieve schat heeft er een leuk sticker in gedaan van de Ododo. Een heel mooi strengetje. Schaaf, hè? Ik vind het zo leuk. Een sok mini. 75% superwash merino. 25% nylon. 20 gram 80 meter. En voor de naalden 2,25 tot 3,25. Echt super, super zacht ook. En super lief. Echt super lief. En niet alleen dat, maar ook nog een hele leuke stekenmarkeerder van de Happy Kiwi. Een vleermuisje. Dankjewel, lieve Liane. Liane, echt super, super lief. Als je dit ziet, echt dankjewel. Dit was echt een hele grote verrassing. En wat een leuk tasje, echt. Ik vind hem super leuk. Ook de Ododo. Ik zou er zeker even gaan kijken. Die heeft hele mooie handgeverfde garens. En echt super mooie kleurtjes. Ook die link onder in de beschrijving, hè. Even kijken. Ja. Dan, wat heb ik nog meer gekregen? Zoals ik al zei, had Beppie wat spullen gesponsord voor de Fiber Girls op het Creëerweekend. Maar ik had ook nog wat andere bolletjes van haar gekregen. Super lief, want ze deed daar niks mee. En ik wilde gewoon nog even heel erg bedanken hiervoor. Dat was deze. Super mooi. Van ja, ik kan dat niet uitspreken. Ik weet niet Abmeesga of zo. En van dezelfde winkel deze mooie kleurtjes, mooie tinten, bruintinten, mooie herfsttinten.
En dan nog van Dutch Wool Diva. Deze mooie string. Dat was echt te gek. Super mooi. En dan had ik nog een sokblokker. Sock you too, mother sucker. Heel leuk van Mr. Knit Bear. En Dan Dennis. En nog van deze sokblokkers van Knitpro. Echt super lief. Super lief, lieve Beppie. Ik ben heel erg dankbaar. En ja, het zijn geen woorden voor. Zo mooi, zo lief. Thank you. En dikke knuffel. Denk aan jou, hè. Van die Beppie. Verder, oh, er zat trouwens nog een bolletje in. En ik vermoed, ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat deze hetzelfde is als deze. Maar zeker weet doe ik het niet. Ik ga maar even over het hoofd. Hey, ik ben hier echt super blij mee en super dankbaar voor. Beppie is echt een schatje. Nou, dat wisten jullie waarschijnlijk wel al, hè? Even kijken. Oh, oh, oh. En er zit nog iets in. Oh, ik ben zo'n warhoofd. En nog een leuke scheepjes naaldenmeter. Kun je meten welke maat je naald is als het er niet meer op staat. Verder had ze dus nog donatie gedaan voor de voor de Fiber Girls voor het weekend. En daar mochten wij ook nog tussen neuzen om te kijken wat we wilden hebben. Nou zat mijn favoriete acrylgaren daarbij. En dat is scheepjes, Color Crafter. En er zaten een heleboel bollen van bij. Dus die, ja, dat is het enige. Dus het zijn een heleboel bollen. En ik wilde ze eerst niet allemaal nemen. Maar de dames zeiden van, ja, weet je, we mochten het er gewoon uithalen. Dus dat heb ik ook inderdaad nog met toestemming van Beppie erbij dat gedaan. Er zaten heel veel kleurtjes in van Color Crafter. En, nou ja, die heb ik er dus uitgehaald. Die gele hadden we al. Die kleurtjes heb ik ook al laten zien. Hebben we nog andere kleurtjes? Nog een roze. En nog een bitter. Maar goed, het zijn dus twee van die scheepjestassen vol. Met ja, Color Crafter. Het is allemaal veel te gek. Er is een reden voor die ik hier niet ga benoemen. Maar Beppie, je bent een schatje. Dat zei ik net ook al. Het is te gek, het is te veel. En maar super lief. Super lief. En ik denk aan je. En ja, nou ja, goed. I love you. Maar dat weet je. Er zaten nog meer allemaal mooie garens bij. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik nog maar één soort acryl in huis haal. En dat is alleen maar scheepjes Color Crafter. Ik mag ook de speciale bonnetjes. Ze hebben nu die parade. Nou, daar wil ik ook wel één kleurtje wil ik daarvan ooit in de toekomst. En ja, ik heb dan die scheepjes Color Crafter Velvet. Die heb ik ook. Maar ik wil wel in de Color Crafter familie blijven, zeg maar.
En zeker deze. En voor de rest eigenlijk niet meer. Eens even kijken, wat groen ik dan? Ja, dan heb ik nog wat gewonnen. En dan denk je van, oeh, had je niet al een keer zoiets gewonnen? Ja, dat klopt. Ik heb twee keer, ik ga het even uithalen, een doosje gekregen vanuit Zwitserland, sorry. Ik heb nog een keer... het boek gewonnen van Mr. Knitbeer en Dan Dennis. Ja, hoe dat zo kan, ik heb geen idee. Ik win nooit wat en zo win ik twee boeken. Deze heb ik inmiddels al weggegeven. Aan een hele lieve vriendin van mij die ook ontiegelijk veel weggeeft. Dus deze gun ik haar echt van harte. En bij deze sokken, bij dit boek, kreeg ik ook nog 5 bolletjes langjarnsgaren. Deze had ik trouwens gewonnen bij Langjarns. Dit boek en deze bolletjes. En die andere had ik gewonnen bij de breidagen. Die hou ik zelf. Die heb ik laten signeren. En deze die gaat dus naar een lieve vriendin. De sokkenbolletjes hou ik wel zelf. Dus ja. Zo win je niks. En zo win je dubbel op. Maar dat zeg ik. Het boek heeft al een nieuwe eigenaar. Die ga ik binnenkort brengen. En ja, die is er heel gelukkig mee en die persoon is wel ook heel vrijgevig en heel lief. En ja, goed. Dat dus. Het boek komt goed terecht. Bij iemand die het echt verdient. Dan heb ik alleen nog mijn aankopen. Ik heb al genoeg gekregen, dacht ik zo, hè. Mijn aankopens, dat zijn er een paar. Aangezien ik het net over het boek had van Wim en Dennis, ga ik beginnen met deze. In het boek staan vingerloze handschoenen. En nou ja, op zich dacht ik niet gelijk, oh, die wil ik nu gelijk maken. Maar toen zag ik een post van Wim, dacht ik, net voor de breidagen, of het Crea Weekend, dat hij tutorials ging doen van die handschoenen. En toen dacht ik, nou, die wil ik wel meedoen. Voor de beurs, zeg maar, stond deel 1 er al op. En ik weet niet of er inmiddels nog een deel 2 staat. Dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog zien. Maar ik wilde er nog niet aan beginnen voordat ik jullie de bollen had laten zien. Ik kwam bij... Ik ben nog naar hen toe gelopen op de beurs en toen zei ik, welke wol was het nou precies welke je moet hebben? Wil je kwaliteit of wil je goedkoper garen? Nou ja, ik zeg, nou ja, als ik het dan doe, dan wil ik het goed doen. En toen kwamen ze dus met deze bol aan. Het is wel vrij prijzig, maar ik denk, ja, ik koop alleen nog maar gericht. Ik koop alleen nog maar gericht garen. Voor, ik moet er een project voor hebben, wil ik garen gaan kopen. Dus, nou ja, dan maar ook gelijk goed. En dit is zo zacht. Ik had gewoon de neiging om er nog één te kopen. En deze gewoon lekker om als kussen te gebruiken of zo. En dan die andere om mee te breien. Maar dit is dus de Move 8 Ply Wool Addicts bij Langjarns. En dit is 75% merino extra fijn en 25% nylon. Superwash, 150 gram, 300 meter, sheep friendly. Ja, en deze mooie heftige kleurtjes. I love it. Vind je gaaf? Ik vind het echt... oh, dat is zo zacht. Dus dit wil ik wel aan mijn handjes hebben. Dus nu heb ik hem jullie laten zien. Nu kan ik hem binnenkort
opstarten als ik ergens een gaatje vind. Deze. En dan, wat heb ik nog meer gekocht? Op het einde van de beurs, laat ik het anders zeggen, op de breidagen zag ik een shop, ik weet alleen niet meer hoe die heet. Ik ga dat even uitzoeken. Als ik dat heb gevonden, dan zal ik het hieronder in beeld zetten. Hier of daar. Even kijken. maar die had ik op de breidagen al zien staan. En die had knopen. En ook nog spinwol en zo. Maar en veel wol. Maar die had knopen. En toen dacht ik, ja, ik moet knopen hebben voor mijn Vienna vest. Maar ik dacht, ik wacht nog even, want ik hoorde dat die ook op het Crea Weekend zou staan. Maar op Crea Weekend was ik het helemaal vergeten. En ik had een rondje gelopen en ik had ze niet gezien, dus ik heb er ook niet meer aan gedacht. En toen op een gegeven moment, toen was ik klaar, toen zeg ik, oh, daar ben ik eigenlijk nog niet geweest. Dat waren 4 kraampjes of zo. En toen dacht ik, nou, kom wel. En toen zei Liane, die zegt, nou ja, ze hebben daar nog wel spinwol. Dus toen ben ik gaan kijken. En toen zag ik in één keer al die knopen. En toen dacht ik, oh, dat ben ik helemaal vergeten. Toen ben ik mijn bolletje gaan halen van het Vienna vest. En even gaan kijken op het patroon. Van hoeveel knopen je moest hebben. En dat stond er niet op. Dus ik besloot dat ik 4 knopen wilde hebben. En dit zijn ze geworden. Oh. En ik vind ze super leuk. En mijn vest is muisgrijs. Dus ik denk dat dit er. Ik vind dat dit er heel mooi op staat. Ja. Dus ik heb 4 knopen gekocht. En mijn laatste aankoop, of eigenlijk was het mijn eerste aankoop, is in een filmpje van Wolhobby en ook de wolzus Marianne en van Willy, van Hobbyklets met Willy. En volgens mij ook bij Claudia van Claudiologie kwam er voorbij dat hun het... ik krijg dat er niet uit, hè, uit mijn mond. Ik ga even kijken. Ik ga even bijpakken. Oeh. Nou, hij blijft hangen. Zit niet mee. En blijf je hem uit. Oké. Het ranunculus. Ranunculus. Truitje willen gaan breien. Ranunculus. Dat is dit truitje. Die kun je in verschillende maten maken. Qua positive ease. Dus wijd of wat minder wijd. Dat soort dingen dus. En die had ik eigenlijk ook al een tijdje op mijn lijstje staan. En ik dacht, nou ja, weet je, laat ik die dan ook meebreien. Want ik vond het nog een beetje eng. Aangezien er ook gaten in zitten en zo, weet je. Ja. Ik denk, als je dat dan met meerdere personen breidt, dan is het misschien wat makkelijker. Of in ieder geval, dan heb je hulp of zo. Dus ik denk, ik ga dat ook doen. En Wolby stond toevallig vlak bij ons. Dus ik heb een leuk tasje met Wolby erop. En ik heb dit garen uitgekozen. Hier ga ik hem in maken. Het is, Ja, komt wel redelijk over qua kleur, denk ik. Niet helemaal, maar wel redelijk. Dit is de Merino High Twist. 75% Merino, 25% Nylon. De kleur is Where Is My Martini. 100 gram, 425 meter. En het is superwash en
I'm emulsing free. En daar heb ik dan, ik heb het een paar keer over nagedacht en over gesproken met Linda van mijn hobby. En ja, zij neemt er 4 en dan weet ze niet wat ze overhoudt. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik beter te veel als te weinig. Ik ben denk ik wat grover dan, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, als Linda nog. En dus ik heb er 4. En daar wil ik dus eigenlijk in november een truitje van gaan breien. En ik hoop dat het lukt. En ik ben helemaal verliefd op de kleur. Maar goed, dit is dus mijn grootste aankoop. Ik heb op de breidagen geen garen gekocht. Dus ja. Dit is dus het garen wat ik heb gekocht op het Crea weekend. Maar het is dus al ergens voor bestemd. Ik heb geen garen gekocht. Zoals dat ik altijd doe. Gewoon van, oh, die vind ik mooi, dus dat neem ik. Nee. Verder heb ik nog 1 ander dingetje gekocht. Die had ik... Oh, mijn stringetje valt op de grond. Zo. Die had ik al bij Claudia gezien. Die had ze geloof ik in een giveaway zitten of zo. En ik had ze op de breidagen ook gezien. Maar ik vind ze zo leuk. En meetlintjes heb je nooit genoeg. Een garen balletje. Als meetlint. Ja. Superleuk. Vind ik dan. En dat was het. Ik vond het eigenlijk wel genoeg. Maar dat was het. Ik ben heel erg verwend de laatste dagen. Of de laatste 2 weken. En ik heb mezelf verwend over dat. En ja. Voorlopig weer even niks. Kopen. Er komt straks nog een adventkalender aan voor... van Diamond Art Club. Die hoop ik te kunnen kopen. Als ik snel genoeg ben. Dan, want die zijn altijd heel snel uitverkocht. Dus daar moet je echt voor klaarzitten. En ik hoop dat dat gaat lukken. En anders heb ik pech. Dan misschien dat er dan nog een ander advent komt. Maar dat denk ik niet. En misschien ook wel. En ik heb natuurlijk het advent van de Fiber Girls. Dus ik heb sowieso een advent. En ja. En voor de rest heb ik voorlopig gewoon... zat. Te veel eigenlijk. Ik ben nog steeds aan het uitdunnen. Te veel. Ja. Maar goed, voelt ook wel weer een keertje lekker. Ik denk dat dat het was. Er komt nog een stuk film tussen. Van het Crea weekend dus. Dus dan zit ik alweer op een uur, denk ik. Of in ieder geval in de richting van een uur. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Nou, jullie kennen het riedeltje wel. Druk op de rode abonneerknop. Geef me een duimpje. En druk op het belletje als je niks wil missen. En oh, een melding. En dan zie ik jullie weer over 2 weken. Of bij een van mijn lives of zo. Ja? Oké. Doei doei. Bedankt voor het kijken.